Oké, springen. Oh! Oké, Esra, je kinderen vechten. Go, go hier. Oh. Hallo allemaal, superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van... Jongens en meiden, na 2 uur rijden zijn we aangekomen helemaal in Leeuwarden. Wacht even, voor degene die niet zo goed je topo kennen. Oké. Nee, dat is gedraaid. Wacht. We moeten even zo draaien. Oh, het is weer een bol en dan draai je hem terug. Kijk. We zijn nu gewoon helemaal boven. Het draait weer. Nou, in ieder geval, naast Groningen daar zo... Ze zijn helemaal hierheen gekomen om wat leuks te doen zo meteen. Weet je waar ik ook heel erg naar gehoopt had? Om even een keertje op ijs te gaan staan. Ja. En volgens mij is Groningen, Leeuwarden of het Noorden is toch echt... Zijn is koud. Van de Elfstedentocht en het schaatsen. We zijn wel steeds dichter bij het Noordpool. Daar ga ik vanuit dat we dan wel op ijs kunnen staan. Ik zie daar wat. Ja, we zijn hier zo geparkeerd en ik zie daar water. Maar... Ja, dan gaan we het proberen ook. Zo, ja. Gooi mijn jas gewoon erop, ja. Oh, nee! We gaan naar buiten en het is echt... Best wel koud. En we zijn 2 uur gaan rijden voor Timo. En jullie kennen Timo natuurlijk wel. En Wessel van... Dit zijn eigenlijk de twee grootste helden. De grootste held van ons Halloween. Ja, wacht even. Als jullie die gezien hebben. Wacht even. Een fragment van toen de tijd. Even hoe zij daar zijn renden. Maar... Gaan we even die kant op lopen? Wij dachten even, we gaan even kijken of we op ijs kunnen. Oh. Ik blijf hier. Blijf jij hier? Ja, dan gaan wij even die kant op. Want Debbie, Eli, nog niet redden. Wacht. We gaan even kijken of Timo erop kan. Want als Timo erop kan, kunnen wij hier ook op. Wacht, hou mijn hand vast. Timo, hou mijn hand vast, voordat je er doorheen zakt. Oh. Nee, gaat niet? Ik denk als je één keer daarheen gaat. Ja, Wessel, laat het zien. Doe eens, gewoon één keer helemaal daarheen. Nee, maar volgens mij is dit gewoon net niet... Echt jammer, waar wil ijs op, hè? We kunnen straks een plekje zoeken waar wel... We zijn wel in Friesland, hè? Dus ja, dat bedoel ik. Extra koud. Dit is wel een beetje teleurstelling, hè? Maar wacht even, houd je vast. Jij bent wel... Jij bent wel... Ik ben ook voor jou erop. Wie weet je wat wij gaan doen? We gaan even naar binnen. Ja. Kom. En dan vraag je je misschien af, wat zijn we hier helemaal gaan doen in het noorden in Friesland? We zijn hier niet gekomen om te gaan schaatsen. Eigenlijk wel. Maar om iets heel tofs te gaan doen. Wij gaan namelijk, dit was een van de eerste. We zijn de eerste die het eigen springkussenpark van Timo gaan uittesten. En daar hebben we een heel mooi view op. Want kijk eens even, we staan hier nu boven. En hier bevindt zich dus het springkussenpark met allemaal, ja, ik denk parcours en weet ik veel wat, volgens mij hele toffe dingen. We hebben het nog nooit gedaan. Het wordt voor ons, het is een beetje donker, maar de eerste keer echt op zo'n springkussenpark. En hij gaat ook bijna open, toch? Ja, hij gaat bijna open, 23 december. In Leeuwarden. In Leeuwarden. Woon je hier in de buurt in Leeuwarden, helemaal noord? Nou, ik zou zeggen, kom zeker eventjes checken. Wij gaan snel naar beneden. Ja. Oké, we zijn aangekomen en daarboven denk je misschien van, oké. Maar als je hier staat, dan valt het pas op. Kijk, voor het Ila is zo, hoe hoog en hoe groot het is. Debbie, die staat er helemaal bovenop. Oké, Esra, probeer jij. Helemaal naar boven. Ja, 3, 2, 1. Fucking Mimi. Mimi ook. Oh, die gaat ook. Hij durft sowieso. Maar voordat je... Hij durft ook gewoon van de trap naar beneden te springen. Heb je dat meegekregen? Hij was van de trap afgevallen. Dus dit is helemaal niks. Hij gaat zo naar beneden. Oké, Mimi, glijbaan. 1, 2. We hebben iets gezien wat we nu gaan doen. Want hier hebben ze zo'n draaimolen. En wat Timo net zegt, die gaat echt heel hard, hè? Ik ga niks tegen de kinderen zeggen. Nee. Def, Eli! Kom! Oké. Eli is er, Debbie is er. Dit gaat te gek worden. Timo, gaat hij aan? Oké, dan ga ik even hier staan. Oké, dan moeten we wachten tot hij hem aanzet. Oké, springen. Hij sprong zijn dood. Gaat het? Hij sprong weg. Oh mijn god. Zo. Volwassenen gaan het nu een keertje proberen. We hebben setup. Wow, dit ding gaat echt mega hard. Oké, wie gaat er als eerste een goede klap krijgen? Oh nee, setup!
bijna. Dit ding is te eng. Oh. Ik ga weer één keer hierop zitten. Gaan we doen als een rodeo stier. Oké. Okay. Oh. 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 Hij vloog. Okay, ik wou de camera aandoen. Hij vliegt alle kanten op. Devi, dit is echt leuk. Wipeout stukje. Oké. Okay. Kom, Devi. Springen. Nee, nee, nee. Je moet staan. Je moet staan. Springen. Oké. Okay. Okay. Hey. 2. Oh, ja! Oké, okay, wat wel leuk is, is dat je dus allemaal van die soort challenges hebt die je tussendoor kan doen. Maar we zijn nog aan het uitdenken wat wat is. En er staat hier opeens free jump. Blijkbaar moet je vanuit dat gat hierop springen. Dat mag jij doen. Ga jij het even doen? Steen, papier, schaar. Ja, doe je het nee, vorige keer ook. Nee, en nu ga jij. Okay. Ik ga altijd in attracties, dus ik vind dit is jouw. Ja, zo wil ik op de glijbaan gaan. Maar hij wil op de glijbaan. Maar wat, staat je te wachten bij de glijbaan? Oh, hij is kaarsrecht. Wat de... Oké. Oké. Hij durft al niet meer. Het ding is namelijk nu wel, hij moet sowieso naar beneden. Vang je op? Ik vang je, hoop ik, denk ik. Wacht. Oh, dat is te hopen. Maar leuk voor ons. Oké, we waren Ila even kwijt, maar we hebben hem gevonden. Hij gaat dus aan zo'n band met touw. Dus een elastische band op touw met spanning. En dan moet hij zo ver mogelijk naar voren rennen en eigen bal erin gooien. Maar uiteindelijk wordt hij dus teruggetrokken. Ik ben benieuwd hoe dat eraan toe gaat bij Ila. Oké, dan gaat Ila zelf helpt hem een beetje. Ja, wacht even, let op. Ja, en jij zelf is goed. Kijk, wat er gebeurt. Kom op! Timo, hij wil heel graag nog een keer. Ja? Kom op, Ilai. Harder! Meitje. Harder! Meitje! Kom. Pas over. Oké, Timo. Ik wil wat weten van jou. Nou. Veiligheid voorop, hè? Ik zie hier iets dat je vrije val naar beneden moet doen. Ik vind het eng. Nou, ik wil van jou zien of het veilig is. Dus hij is nog niet veilig. Hij is nog niet klaar. Je moet een hoes overheen, dan is hij veilig. Maar ik wil best springen. Ik dacht al, want als je hier tussendoor... Oh, wacht. Wil je... Ik wil wel springen. Ja, is goed. Ga je springen? Hij kijkt zo van, oei, moet ik het toch doen? Ja? Oké, hé. Je moet op je buik springen, staat er. Volgens mij niet. Ja, op je buik. Ja, dat staat hier. Helemaal niet. Nee, op je buik. Hier ligt hoor. Nee. Timo, je moet... Kijk, er staat hier. Het is oprecht echt eng als je er boven staat. Super hoog. Oh shit. Kijk eens dan. Gaat hij doen of niet? Ik denk dat komt. Voor iedereen die hier ooit komt, die gaat nooit hierop springen natuurlijk. Komt er een doek bovenop, dat is goed. Maar als hij tussendoor springt, dat is gewoon, ja, auw. Oké, gaan we kijken. 3, 2, 1. Oh. Hij heeft gered. En nu een officiële vraag voor elke broer en broertje. Debbie Ilai, wie is sterker? Jij of hij? Wie is sterker? Oké, we gaan even kijken wie is sterker is. Oké, Esra, je kinderen vechten. Oh, je kinderen vechten, Esra. Oké, Dev, kom maar. 3, 2, oh. Oh! Oké, we gaan tot de 5. 1-0 voor Debbie, nog een keer. 3, 2, 1. 2-0 voor Debbie. Oh, 2-1 voor je, Debbie. Wie gaat winnen? Wie wordt het? Ja, oh, 3-1. Debbie, wacht, als hij staat, wacht. Oh, 4-1. Wacht, dit gaat niet goed. Hé, hey, jongens. Als je elkaar slaat, doe dan ook hiermee, joh. Wacht. Jongens. Oké, okay, lekker zo. Kijk, ze gaat. Het wordt serieus. Nee. Ik mag het niet lachen. Oké, ja. Staan ook op en ze lachen nog steeds. Maar dit is, dat is een voordeel als je zo zit. Ik vind het gewoon leuk. Oh! Dat was je moeder! Hey! Oh, een beetje zeker. Geef eens hier. Oh! Je slaat je vader, vriend. Ah, jij slaat je man. Rennen, Mimi. Oké, hoe lang gaat het duren voordat het gaat vallen? Rennen. Oké, ga maar.
Ik ga op een koetsje doen. Ik wou zeggen, kun je even 2 seconden op Mias letten? Ja. Die staat al bovenop daar. Mias staat helemaal daar. Oké, dankjewel. Dan gaan we kijken wie sneller is. Zijn jullie klaar voor? 3, 2, 1, go! Oké, wie gaat winnen? Jongens en meiden, laat weten in de comments wie denken jullie dat gaan winnen. Esra of Eli? Doe nog geen motorshow hier zo. Lopen, lopen, lopen! Go! Go Eli! Kom! Oh, het is best wel hoog. Oh, daar ga je. Kom! Go Esra! Eli is al boven! Nee, je gunt je kinderen. Ja, kan het gewoon niet. Kom best! Oh, en ik als cameraman erachteraan. Waar zijn ze? Oh, moet hier naar beneden. Oh, pas op! Pas op! Oké, wie heeft gewonnen eigenlijk? Eli, rustig. Van het parcours en het springkussenpark zijn we zo over in een hotel, bij een hotel hier in Leeuwarden. Dat is natuurlijk een stukje verrijden, dus we blijven hier ook overnachten. Omdat je hebt gewonnen, mag je als eerste kamer in en een bed uitkiezen. Alsjeblieft. Oké, neem ons mee, Eli. Neem ons mee. Licht. Ja? Oeh, wauw, Mias. Oké, wat hebben we? Wacht even. Ja. Kijk eens even. Ja. We hebben gewoon nog... Wat? Kijk dit. Wat? Een hele eigen kamer met een eigen tafel en 4 bedden. Eli. Wat? Wacht even. Check dit. TV. En een tv. Nee. Die kant hebben we het niet, maar check dit. Gewoon je bed met een... Oh, ik ga hier... Dat wil ik ook. Maar de vraag is nog steeds niet beantwoord. Waar Eli gaat slapen? Ja, Eli, waar ga jij... Oh, ik wou wel zeggen... Wat? Hij heeft zijn tv'tje al aan. Alles! Okay, het is even tijd om een heerlijk hapje te eten. Kijk even hoe mooi het eruit ziet. Lekker drankje. We hebben alvast het voorgerecht. Kijk, wat een mega bord. Maar kijk even hoe leuk. Met z'n allen zo aan een ronde tafel. Dit heeft al wat. Hè? Kijk dit. Mias is hongerig. Hij houdt iedereen in de gaten. Nee. Wij mannen geen laten zien hoeveel honger hij heeft. Jouw eten komt eraan. Oh, en iemand is blij lekker aan het eten. En natuurlijk tijd voor een toetje. Nou, iedereen is klaar met zijn toetje. Maar kijk wie nog doorgaat. Oh, jij hebt een tartje nog lekker. Oh, Mimi. Lekker? Kijk. Vingertje erin. Oh, lekker. Nieuwe dag, nieuwe kansen. We gaan eventjes het ijs op de misten. Wie wilt op het ijs? Ik ga eerst met Timo proberen. Goedemorgen, Timo. Morgen. Ik heb gehoord dat jij het gaat uitproberen. Wat hebben we beneden? Het kraakt wel, hè? Het kraakt. Oké. Nou, weet je, we gaan samen tegelijk erop. Samen tegelijk. Ja, we gaan samen tegelijk. Niemand mag. Hij vindt het gewoon eng dat iemand er doorheen gaat zakken. Mimi, mag ik erin? Hey. Jawel, papa wil erin. Ga je mee? Oh, niemand mag erop. Mag Timo erin? Nee, oké. Okay. Nou, we gaan toch gewoon erin. Zet jij Ik zet mijn voet hier. Oké, hij staat al. Oh, hij kraakt helemaal. Hij kraakt wel. Hij kraakt wel. Oké, gaan we gewoon lopen? Ik sta. Ik sta ook. Hij gaat steeds harder! Gaan we lopen? Ja. Kom, gaan we lopen? Waarom lieten we de kinderen ook niet proberen? Ja, echt. Jullie zijn veel... Hele scheur tot aan daar. We rennen? Oké, kom. Hij gaat gewoon op zijn buik. Oh, als we nu doorheen zakken, weet je hoe ver we moeten kruipen door het ijs heen. Oh, yes. Hij is echt super dik. Hè? Hier kan je het zien. Oh, waar? Hier zo. Oh my god, je hoort ze kraken. Inmiddels zitten Eli en Mias even de auto op te warmen. Devran is dus ook gewoon helemaal naar binnen gegaan. Het is tijd om eraf te gaan, maar check even. 3, 2, 1. Woe! Nog meer. Woehoe! Oh yeah. Nee, niet daar doorheen. Niet. Gelukkig niemand er doorheen gezakt. Of eigenlijk jammer. Waarom jammer? Was wel leuk geweest. Oké, laatste keer. Want de allerlaatste, op je alles hard. Oké, 3, 2, 1. Het is behoorlijk dik toch wel, zoals je kunt zien. Hij is wel echt dik, hoor. Zo.
Thijs is inderdaad echt heel dik. Oké, we staan weer lekker warm en veilig. Nou, best wel veilig. Niet volgens mij. Maar niet gewoon Timo. Om even warm te worden. Gooi eens een paar tricks hier zo. Want ik vind het altijd zo vet om te zien wat mensen kunnen met salto's en zo. Oké. Sjaa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 a
Nee. Jongens en meiden, voor vandaag niet, want ik ben helemaal koud. Willen jullie dat ik binnenkort een backflip leer van Timo? Laat het weten op de reactie. Doe eens iets wat het sowieso mij niet gaat lukken. Kan ik wel beter kan voetballen. En dat is S. Goh, mijn eerste family voetbalwedstrijd. Oké. Dit is FC Le Cap. Wij gaan... Dit is zo. Oké, jongens. Wie hoort bij mama, wie hoort bij mij? Bij mama. Oké, tot de twee. Kijk wie gaat winnen. Oké, we gaan dus op de hard aan toe. We gaan zo... Nee! 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 Hoe komt hij opeens hier? Ja! Eli, 1-0, scoren. Score, Eli. Oké, daar komt hij dan. Oh! Oh! Gaat het? Gaat het? Nou, goed zo. Lekker voor jou. Jij hoort bij ons, oké? Pak Debbie. Nee. Oh, jullie allebei wat? Jullie allemaal tegen mij en Mias? Daarom, Eli hoort bij jou. Oké, jongens en meiden, kijk wat hier gaat gebeuren. Nee! Weet je wat ik ga doen? Kijk, ja, jongens en meiden, kijk wat gaat gebeuren. Wacht, hier, pak maar de bal. Hierbij sluit ik al gelijk de video af. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Zeg abonneer en tot de volgende keer. Doei!